Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live gameplay hier op de oude vertrouwde Black Ops. Vandaag gaan wij lekker 3 gun game picks achter elkaar spelen. Allereerste map is de map Nuketown. En we gaan natuurlijk gewoon kijken of wij kunnen gaan winnen, zo makkelijk is het. De wapenrotaties in Black Ops die zijn best wel geniaal, want je krijgt best wel geniale wapens tussendoor. En ik had er wel een keertje weer zin in, weet je. In Advanced Warfare zou Gun Game ook komen. Nou ja, het zit er nog steeds niet in, dus of het er nog gaat komen, dat kan ik niet beloven. Maar ik hoop het natuurlijk wel, want dan kunnen we Gun Game op Advanced Warfare gaan spelen. Maar tot die tijd blijven wij het natuurlijk lekker spelen op Black Ops en Black Ops 2. En we gaan knallen, man. 2, 1. Spant er sowieso meteen in achter me in deze tuin. Ik moet even mijn sensitivity nog hop, omhoog. En hallo, vriend. Hallo, 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 hallo. Piu, piu, piu. Dat is nou kut voor je, jongen. En waar ga jij naartoe? En die wist volgens mij zelf ook niet. Die wist volgens mij zelf ook niet waar hij naartoe ging. Ik weet niet wat die enemies hier aan het doen zijn, maar dit is nu al grappig gewoon. Nu 2-1, Flying Dutchman. Oh, kut. Krijg je een hitmarker, serieus? Dat wil ik niet, man. Huh. Dankjewel, die was wel raak. Oh shit, via twee kanten. Nee! Dat is niet eerlijk, jongens, via twee kanten. Oké, we gaan ons concentreren, want we kunnen hier echt heel snel winnen. Let's go. De Akimbo Scorpions, overpowered dingen met steady aim erbij. Hoppatee. Hoppatee. Nakje. Ik weet niet wat die enemies aan het doen zijn, maar zolang de kills krijgt, vind je het goed. We zijn alweer op wapen nummer 10. Dus het gaat lekker zo. Wapen nummer 11. Als ik nou gewoon hier ga staan, dit fucking stomme heggetje, of hoe het ook mag heten. Die enemies kijken ook er niet in, hè. Ze lopen gewoon serieus langs me. Nou, we blijven hier maar even staan, hè. Hoppatee, TWA 2000 als kutsniper. Ze kijken hier echt niet. Ik zit nog steeds op dezelfde plek, dankjewel. Ik zat nog steeds op dezelfde plek en niemand checkte dat gangetje, man. Helemaal. Niemand. Ah, hij was al weg, man. Jammer. Jammer, jammer. Oh, daar komt hij. Ah, shit, zo. Ik was al aan het reloaden, man. Er zit alweer op wapen 17, dus we gaan er wel lekker snel. Nee, nu komen de kutwapens, man. Dit is de M72 lal. En dat bedoel ik dus. Nu komen de kutwapens. Schiet je daar mis mee, dan ben je de lul, dan ben je dood. Ik heb 1 kogel de kans om de kill te krijgen. Pak je hem niet met die ene kogel, dan ga je dood. Kut, zo. En dan blaas je die auto op. Dan krijg je de kill ook niet. Kut, en dan reload je niet. En dan ga je weer dood. Dit ding reloadt heel slow, jongen. Dat is niet meer normaal. Zit je hier nog in je tuintje, of niet? Zit je in je tuintje? Nou, jammer. Anders was hij dood geweest. En dan weer eens. Wacht op mij. Ik moet kills hebben. Wow, dat ding vliegt ook gewoon recht de lucht in, man. Spant er hier eentje? Er is er een gespant, alleen die rent weer helemaal om, man. Loop maar richting in, loop maar richting in. Thanks, hè. Oké, nog een kutwapen. De China Lake, dat is ook een pokkending. Oeh, hij loopt langs me, nice. Huh, let's go. Pokkending hebben we ook gehad. Nu de crossbow en de ballistic knife nog en dan zijn we klaar. Gewoon op de grond schieten die crossbow in dit spel. Kijk, dat bedoel ik dus. Dan krijg je gewoon de kill ermee. Ah, kut. Ter verandering van de Black Ops 2. Als je daar de crossbow op de grond schiet, dan krijg je natuurlijk alleen maar een hitmarker. Maar 21-7 als eindscoren. Ik weet niet hoe we aan 21 kills komen. Oh ja, we hadden de auto opgeblazen. Dus als je de auto opblaast, krijg je natuurlijk de kill niet. Dus daarom hebben we 21 kills. Maar was een lekker eerste potje op natuurlijk de map Nuketown. De oude vertrouwde Nuketown. Niet Nuketown 2025 als Black Ops 2. Alleen de oude vertrouwde. Dus ik hoop jullie ook weer te gaan zien bij game nummer 2. Dus tot zo, jongens. Bij game nummer 2. 2. Alright, boys, welkom bij natuurlijk game nummer 2. Het is nog een keer op de map Nuketown, want we hadden net Nuketown gehad. En we konden niet meer op Nuketown voten. Alleen iedereen had op random gevoot. En toen kregen we weer Nuketown. Dus het systeem in Black Ops klopt natuurlijk niet helemaal, maar dat komt omdat het een oude Call of Duty is. Maar ik vind het niet erg, joh. Nuketown is een lekkere, actievolle, snelle map. Dus ik vind het goed als we deze map krijgen. Kom maar op. Kom maar op. Ik span weer op precies dezelfde plek. Dat houdt in dat ik de host van deze lobby ben. Spant er meteen in achter me. Eentje rechts van me en eentje links van me. En eentje in het andere gebouwtje. En eentje in de tuin. En de rest weet ik eigenlijk niet. Het zijn enige spanplekken die ik eigenlijk ken. Nou, dat maakt niet uit. En go. Oké, spant hierheen. Dankjewel. En nu moeten we gaan rennen. Nu moeten we gaan opletten. Oké, kom erop. Oeh, er zit er volgens mij een knife runner in. Er is namelijk nu al iemand genijfd. Kut, zit er ook in achter me. Oh, een hitmarker. Ik had hem. Nee, kut hitmarker. Oh, die telt niet mee, man. Flying Dutchman. Ah, deze keer ging die wel raak, dankjewel. Deze keer ging die wel raak, jong. Oké, ze lopen daar allemaal, maar als het goed is, spant er hier. Ja, zie je wel. Spant er hier ook eentje. Dan komt hij nu via links. Oh, kut. Het is zo voor... What the fuck? Die vent die maakt een dubbel headshot. En ja, ik was gewoon in één keer... Ik was gewoon in één keer weg. Zo makkelijk is het. Nou ja. Dan staan we nu bijna niet meer voor. Dus we moeten wel onze voorsprong houden. En dat doen we op deze... Ah, kutzooi. Dat doen we op deze manier. We staan weer voor. Kom op, man. We moeten dit winnen. Niet meer headshots maken, alsjeblieft, enemies. Dan vind ik alles goed. Die headshots zijn de kutse dingen die je kan krijgen. Gelukkig heb ik dit spel vaak genoeg gespeeld om te weten waar de enemies spannen. Gelukkig heb ik dit spel ook vaak gespeeld als iemand me probeert te backdriepen. Of dat ze met z'n drie me proberen back te riepen. Dat kan natuurlijk ook. Ah, dikke killsteals de hele tijd, jongen. Ik schiet op één iemand, komt iemand anders aanrennen. Ik heb je kill, Jan. Ik heb je kill. Hier, oh nee, deze keer had ik hem wel. Oh shit. Oh, wat een lucky kill was dat, jongen. Ik ben niet weg, doei doei. Spant hier? Als hier spant ga ik lachen. Spannen dan. Ik zei het als die... Godverdomme. Ik zei het als die daar spant ga ik lachen. Alleen nu niet meer, want nu ben ik genaaid. Dus nu ben ik boos. Wacht maar, jongen. Je loopt hier binnen namelijk in dit kuthuisje. Of je spant achter me, dat mag ook. Maar ze gaan er in ieder geval... Kut, die was heel scheef. Ze gaan er in ieder geval wel aan. Zo grappig om te doen, jongen. Ik zweer het je. Oh, schiet nou! Oh, dankjewel. Die Grimmery schiet zo sloom, jongen, als je hem pakt. Want hij moet eerst dat hendeltje omhalen. Dan moet hij dat doen. Dan moet hij dat weer doen. Dan moet hij dat weer doen. Dan moet hij dat weer doen. En dan kan je hopelijk schieten. Oh, op de auto kan ik dat ding. Kut, in mijn rug spant er een. Kom op! Ik moet nog 3 kills. Nog 3 kills. Niks aan de hand. Huh! Nog 2 kills. Crossbow weer. Gewoon op de grond schieten dat ding. Loop erin dan. Ah, wat een sukkels zijn er soms ook in Call of Duty, jongen. Zo. Waarom liep hij daarin? Even zonder grap. Waarom liep hij daarin? Wat was het punt van hem om in die crossbowkogel te gaan lopen? Hij had of niet weer naar buiten kunnen rennen. Of hij had gewoon even kunnen blijven staan. Dan was hij ook niet dood geweest. Maar wat doet hij? Hij rent recht de crossbowkogel in. Ik krijg de kill. Ik win weer met 21 om 7. En er zit wel weer een potje op. Heerlijk potje weer. Super chill. We spelen natuurlijk nog 1 potje hier achteraan. Laatste potje. Game nummer 3. Dus ik hoop jullie ook weer te zien bij game nummer 3, wat zei ik? Dus tot zo. Alright boys, welkom bij game nummer 3. Het is voor de 3e keer achter elkaar. Weer de map Nuketown, we zitten nog steeds precies dezelfde lobby. En ik durf je te wedden, we gaan op dezelfde plek spannen. Let op, in hetzelfde huisje. 100% zeker, let op. Gun Game. Wat een basisspel, jongen. Ik heb een dik déjà vu nu. 3 keer achter elkaar. Spannen op precies dezelfde plek. Zelfde wapen, zelfde mevrouw, zelfde boekenkast. En misschien ook alweer dezelfde score. Eerste potje 21 om 7, tweede potje 21 om 7. Kijk wat we nu kunnen halen. Oké, hier spant er natuurlijk weer een. Althans, hij spant nu hier, joh. What the fuck? Ah, lekker spansysteem, Call of Duty. Ik span wel op dezelfde plek, maar deze vent die... Die had er geen zin in, denk ik. Zit er eentje in mijn rug. Maar die laat ik even zitten. Oh, wat een kutwapen zijn het ook. Kom achter me aan dan. Wat? Nee, dit meen je niet, dit meen je niet. Wat? Nou, dat is alweer de dead nummer 1. Dan ga zo door, jongens. Er zit ook een jaren in, by the way. Tashir of iets dergelijks. Ik kan zijn naam denk ik niet uitspreken, dus ga ik ook niet proberen ook. Maar, nou kut man, ik sta nu 4e. Shit. Ik moet even van deze pokkenmakkerofs af, man. Een Russische wapen zijn dit. Maar die moet ik jij niet hebben, jongen. Kut dingen. En dan word ik weer gekillstealed. En dan krijg ik weer hitmarks en dan ga ik weer dood. Let op, ik ga weer dood. Ik word weer gekillstealed. Ik word... Nu ga ik die kill krijgen ook. Oké, toch niet. Weer hitmarkers. Ik kom gewoon niet verder. Ik kom gewoon niet verder. We staan 1 om 4. 1 om motherfucking 4. Killsteal. Hé, we zijn er vanaf hoor, jongens. We zijn er vanaf. Kut Russische kutwapens. Alleen nu moet ik weer van die spas af. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Oké, daar zijn we ook weer vanaf. Nu van de stakeout. Shotgun natuurlijk, 4 kogels. Let's go. MP5k. Submachine gun. Let's go. Scorpion Akimbo. Kut! Waarom bleef hij daar zitten, man? Hij zit op zijn balkonnetje niks te doen. Had er geen zin in, denk ik. Let's go. AK-74U, submachine gun. Serieus, er spant helemaal niemand hier. Oh nee, ik wil dit niet verliezen. Let's go. MK14. Of M14 heet het in het spel, sorry. Het is gewoon de MK14 of M14. Precies hetzelfde wapen. Ik laat die ene vent even lopen, want er komt er namelijk in mijn rug. We staan alweer derde. We staan alweer in de top 3. Gaat lekker zo. Spant hier niemand. Of toch wel, dankjewel. Aug. Dat is een assault rifle? Ik weet niet. In het ene spel was de Aug een light machine gun. In het andere spel was de Aug een assault rifle. Maar dat is een beetje raar, want het is altijd precies hetzelfde wapen geweest. Maar welkom bij Call of Duty. Oh, we staan alweer tweede. Let's go. Nee, kutzooi. We staan nog steeds tweede. We moeten die eerste plaats weer zien te veroveren. Kut, zo, ik stond al binnen. We staan weer eerste, we staan weer eerste. De comeback is real. We staan weer tweede, kut. We moeten dit winnen hoor, ik zweer het je. Kut. Serieus. Er komt er een in naar boven, man. Ik wist dat die eraan kwam. Ik dacht wel, weet je, we blijven wel even wachten. Oké, M72 lol. Wat? Hoe kan hij niet dood zijn daardoor? Hij killt zichzelf, die lul. Nu sta ik sowieso eerst, want hij killt zichzelf. Op een thee. Op de grond, op de grond. Nee, hij kon nog niet schieten, man. Je switcht zo stroom van wapen in het spel. Dat is niet meer normaal. Huh? Dankjewel. Ik zit er eentje helemaal aan de andere kant van de map. Huh? Oh, ik... Oh! Die stuk. Die crossbow stuk. Kijk, deze crossbow stuk. Hoe raakt ik die vent? Wat? Ik had toch al gestukt, hè? Holy shit, die was awesome. Dat was echt een awesome crossbow. Maar in ieder geval, we hebben 3 potjes gespeeld. En 20 teams bij ons in het laatste potje. 3 lekkere potjes gespeeld. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Vergeet natuurlijk niet te liken voor meer. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer, mensen. Bye bye.